Oké, okay, als je deze hebt gedaan, dan kun je dit exporteren en uploaden in de uploadzone. Bestand opslaan op je computer en dan, dat is een SB3 bestand, kun je dat uh, indienen. Um, voor zij die uh, gebeten zijn door dit uh, kleurding, probeer het volgende even. Maak. Dus je mag dit in een apart bestand doen. Je kunt wel een, een stuk van je code gebruiken, namelijk van driehoek en eh, vierkant, om een regelmatige vijfhoek en zeshoek te maken. Dus bijvoorbeeld, wat is de grote 6? En ik teken een vijfhoek naar beneden, dus net zoals ik ook mijn vierkant tekende. Dus je kunt je vijfhoek baseren op eh, de code van vierkant, maar dus je tekent vijf zijden. En de hoek is niet 90 graden, maar is hier iets anders. En de zeshoek ga je naar boven tekenen, dus je kunt je daar baseren op de code van de driehoek. Hij draait naar boven toe. Enkel als uitbreidingsopdracht, geen enkele verplichting, maar voor zij die zich geroepen voelen, be my guest. Veel succes. Dit geldt voor bonuspunten, voor alle duidelijkheid. Veel succes.